Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken laaghangende wolkenvelden over ons land en die komen vanaf de Noordzee binnendrijven. De wind is noordwestelijk van richting en zorgt ervoor dat die aanvoer blijft doorgaan. Op veel plaatsen in het zuidoosten en oosten van het land in de ochtend al weer volop zon, want de wolkenvelden lossen in het binnenland langzaam op, maar vlak langs de kust blijven ze vrij hardnekkig ook vanmiddag. De temperatuur bereikt uiteindelijk zo'n 23 graden in de kop van Noord-Holland. In het zuidoosten van het land kan het gewoon nog tropisch worden met 31 graden in Limburg. De wind matig uit het noorden tot noordwesten en dat houden we vanavond ook vast en daarmee blijven de kustgebieden vooral het noorden van het land gevoelig voor laaghangende bewolking. In de rest van het land is het vrij helder met ook vanavond nog vrij lang hoge temperaturen. Morgen wordt het 19 tot 26 graden, nog steeds wolkenvelden van tijd tot tijd in het noorden van het land, ook al wat zon en in de rest van het land vrij zonnig weer. Voor de vrijdag hebben wolkenvelden alweer minder kans en zien we de temperatuur weer iets oplopen naar 20 tot 27 graden. Zaterdag kan het in het binnenland op veel plaatsen weer 30 graden worden en ook zondag zit een lokale dertiger er wel in. In het weekend is het ronduit zonnig met in eerste instantie een oostenwind, later een wat westelijke richting. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.